Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag ben ik op Ruzie Kamer, alleen. En vandaag ga ik een challenge voor mezelf doen. En dat is raad de smaak. Ik heb hier langs mij een zak met 50 verschillende paaseieren liggen. Oké, inmiddels 48, dus er zijn er 2 uit. Maar goed. Deze video is totaal niet gesponsord. Deze video wou ik zelf gaan maken. Dit is een video waarin ik 48 dus verschillende smaken chocoladepaaseieren ga proberen. Ik ga ze niet alle 50 in één video stoppen. Maar ik ga wel raden welke smaak. Ik heb al een paar smaken gezien. En op zich, ze zijn wel lekker. Maar het komt van de Jamin af. En de Jamin die heeft nou 50 verschillende soorten smaken paaseieren. En één smaak zit ertussen waar ik best wel benieuwd naar ben. En dat is pizza smaak. Ben ik best wel benieuwd naar. Dus ja, ik heb hier de zak. Dit is het. Dus ja, ik ben best wel benieuwd. Dus ja, we gaan er gewoon maar eentje uitpakken. En ja, ik ben best wel benieuwd welke smaak het is. En ik heb ook totaal helemaal niks. Ik ga gewoon uit mijn hoofd proberen te raden welk het is, welke smaak het is. En de eerste twee smaken, of de eerste, ja, iemand heeft een andere smaak gehad. En ja, dus ik heb een andere smaak gehad. Dus er zijn er al 2 uit. Maar goed. Ik heb een rood papiertje. Dit is hij. Een rood papiertje. En er zit binnen een wit. Of er zit een papiertje witte chocola. Kijk, zo ziet hij eruit. En hij ruikt naar een beetje. Hij ruikt naar witte chocola met daarin framboos of zo. Weet ik veel wat. Maar goed, laten we het eens proberen. Oeh. Nu is vervuld. Wow. De smaak die komt me heel bekend voor. Ik denk dat mijn smaak is met kauwgum. Wit chocola met kauwgum erin. Wow, yo. Oh, hier ben ik niet echt kapot van. Maar buiten de kauwgum om is hij wel lekker. Maar wow, yo. Oh. Nee. Maar goed. En ik wil even Ruben ook dikke credits geven voor dit. Dat hij dit voor mij heeft gedaan. Want ik zag een YouTube video van Jamin. En toen zag ik van ja. We hebben 50 verschillende soorten paaseieren. Met verschillende smaken. Dus ik zei zo tegen Ruben van ja. Weet je. Ik wilde eigenlijk wel gewoon gaan doen zeg maar. Gewoon van elke 50 soorten gewoon één paaseitje. En dat heeft hij dus heel mooi gedaan. Dus ja, ik ben er best wel blij mee. Dus ja, ik ga er maar gewoon een paar eten. En ik denk echt dat dit een witte chocola was met kauwgum erin. Want hij smaakte zo erg naar aardbeienkauwgum. Dat was echt niet normaal. Kijk, ik wil die pizza proberen. Even kijken welke dat was. Wat een totale witte. Volgens mij heb ik hem hier. Volgens mij heb ik hem hier. Oh shit. Of is het deze? Oh, of is het deze? Ik weet het niet meer. Het is één van deze twee. Eén van deze twee is pizza. Weet je, we gaan ze gewoon allebei doen. We gaan ze gewoon allebei doen. Even die zak even. Oké, we gaan ze gewoon allebei doen. We gaan eerst de zilveren doen. En ik weet nou totaal niet welke de pizza is. Ik heb toen wel zitten kijken welke smaak wat was. Maar de enige dat ik weet is pizza. Is in een. Het is ook alweer wit. Er zit wel een groen bolletje in. Dus de voorkant en de achterkant zit die ook al. Oh.
Dus ja, ik ben best wel benieuwd. En best wel nieuwsgierig. Let's go. Dit is geen pizza. Dit is geen pizza. Ik weet niet wat er nog meer in zit, maar. Er zit iets in wat mijn kennis smaak heeft, maar ik kan nog niet op de naam komen. Nee, ik kan nog niet op de smaak komen. Goed. In ieder geval, het was gewoon een witte chocola met een vulling erin, maar ik weet niet welke smaak het was. Het ligt op het puntje van mijn tong, maar ja, ik kan het niet echt. Ik kan niet 1, 2, 3 zeggen welke het was. Dus ja. Maar in ieder geval, het was geen pizza. Dat vind ik jammer. Nu hebben we de witte. Deze. Hier zit, als het goed is, hoop ik, de pizza in. Dus we gaan hem heel mooi openmaken. Dit is melkchocola. Dit is melkchocola. Een keer wat anders dan witte. Dus ja. Maar voordat ik even deze ga eten, wil ik even zeggen dat Jamin dit best wel leuk heeft aangepakt. Want nog nooit eerder, tenminste voor zover ik weet, is er nog nooit chocoladepaaseitje gemaakt in verschillende soorten smaken. Dus ja. Dus ik vind het best wel uniek eigenlijk. Ik bedoel, zulke zelfs met een krompoes. Als je dan nog mag zeggen, en ja, noem het maar op, zeg maar. Dus ja, ik vind het best wel uniek. Dus ja, ik zou zeggen, we gaan niet te veel lullen en we gaan gewoon deze naar binnen werken. Kijken of dit de pizza is. Dit is overduidelijk de pizza. Oh nee. Nee. Nee, dit is niet lekker. Nee. Oh. Nee, die is niet lekker. Die is echt niet lekker. Die is echt niet lekker. Oh. Het is een pizza met karamel in of zo. Maar die is echt niet lekker. Nee. Oh. Nee. Ik weet niet of er nog een. Er zit zelfs stukjes pizza in. Bah. Ah. Nee, dat was echt de enige pizza. Nou. Godverdamme. Die is niet lekker. Ik zeg het je, die is niet lekker. Er zit zelfs nog wel van de pizza in mijn mond. Nee, die is niet lekker, jongens. Nee, dit zal niet.
Ik bedoel, ik vind paasijs wel lekker, maar. Nee, die pizzasmaak. Nee, die verpest het gewoon eigenlijk. Die verpest het. En in de eerste hap valt wel mee. Want dan proef je eerder meer van de karamel. Maar daarna, hoe meer je koud, hoe meer je die pizzasmaak proeft. Dat is gewoon niet lekker. Maar ik vind hem wel heel origineel bedacht. Laten we er nog eentje doen. Dan vind ik het mooi geweest. Laten we deze doen met die kruisjes erop. En dan vind ik het wel goed. Dus ja. Het is melkchocola. En ik weet totaal niet welke smaak dit is. Want nu ben ik eigenlijk ook wel een beetje bang voor de smaak wat hierin zit. Want ik heb net die pizza gehad. Ik heb nog steeds van de pizza stukjes in mijn mond. Die is echt vies. Maar goed, in ieder geval, ik ben hier best wel benieuwd naar. Zit hier zo'n koffie in? Dit is espresso. Dit is espresso. Oh, die is wel heel lekker. Dit is wel heel lekker trouwens. Ja. Dit is wel heel lekker. Ik hou namelijk van espresso koffie. Dat is best wel een goede smaak. Maar ik had dan in plaats van melkchocolade misschien wel puur gedaan of zo. Ja, ik weet niet. Maar hij is wel lekker. Beter dan die pizza. Omdat ik zit er in die zak ook nog gewoon een tandpasta smaak of zo. Ik bedoel, je weet het niet, hè? Want alles kan gebeuren, hè? Dus ja. Kijk maar bij de Bimboezel. Ze zijn ze er. Ik wil eerst even mijn mond tegen eten. Ik bedoel, kijk maar naar de Bimboezel. Want bij de Bimboezel hebben ze ook van die verschillende smaken erin gestopt. En ja. Ja, zo ook tandpasta of weet ik veel wat. Dus ja. Nou jongens. Welke van deze vier kan je nou het beste pakken? Als je ze allemaal wil proberen, zou ik er allemaal van 50 stuk één paasei pakken. Kortom, kijk gewoon koop bij Alia Mens. En als je gewoon alleen de pizza wil, is dat ook goed. Pak je alleen de pizza. Als je alleen de espresso wil, pak je alleen de espresso. Ga zo maar door. Als je ze echt allemaal wil, dan zou ik er gewoon van alle 5 stuks gewoon eentje per smaak pakken. Want dan weet je ook welke de lekkerste zijn. Dus ja, in ieder geval, dit was de video alweer. En, oh, sorry. Hebben jullie genoten van deze video? Druk op dat duimpje omhoog. En over 3 weken, even een kleine aankondiging, komt er een gloednieuwe Let's Play op mijn kanaal. En daar ben ik toch wel echt heel benieuwd naar. Dus ja, hou mijn kanaal sowieso in de gaten. Er komen nog heel veel vette Let's Plays aan. Een nieuwe horror game, actiegames. Dus ja, noem hem maar op. Sowieso kijken dus. En hou mijn kanaal in de gaten. En abonneer, reageer. Druk op het belletje en dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Later mensen.